Het Ierse vlees, dat smaakt gewoon anders. Dat smaakt anders omdat het gras daar anders is. Om te beginnen is het eigenlijk altijd nat. Hoewel vreemd genoeg regent het hier meer dan in Ierland. Kijk dat maar na. Maar het regent daar de hele tijd een beetje. En hier regent het af en toe veel te veel. Dat gras, dat zijn kleine veldjes. En die kleine veldjes, daar kun je niet met een hele grote bulldozer overheen. En we trekken eens even, waf, die hele grasmat weg. En we zaaien er eenzijdig één soort gras in. Zoals ze dat hier doen. Nee, daar kom je gewoon niet bij. Dus wat doen die Ierse boeren? Die laten die koeien gewoon op dat gras lopen, grazen en doen. En dat gras, daar zijn ze altijd afgebleven. Dat zit dus vol met kruiden. Dat zit vol met plantjes vandaar, zullen we maar zeggen. En allerlei types gras door elkaar. En dat maakt rijk. En dat maakt heel erg mooi vlees. En dat kun je gewoon ook ruiken. Pak een biefstuk van dat Ierse vlees en ruik eraan. Je ruikt dat ze anders gegeten hebben. Ja, en dat te omschrijven is lastig, maar... weet je, vlees kan zo vlezig ruiken en vlees kan dat je er enorm trek in krijgt. Want dat is dit vlees. Ik heb hier een stukje kogelbiefstuk. Dat is ook zo'n prachtig stuk, mooi dik. De draden van de kogelbiefstuk lopen zo. En dat gaan we zo meteen bakken. Tot die hier nog een beetje rood is. En dan snijden we hem vanaf die kant, hè? Niet met de draad mee, want dan zit je met die lange draden te kauwen. Dan snijden we hem zo in dunne plakjes en dan gaan we hem op een stokbrood doen. Is dat bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder, want we gaan er een saus bij maken zoals je die alleen in Ierland of Engeland, weet je, die hoek zeg maar. Zoals je die alleen maar daar krijgt met mierikswortel en de meest vernietigende mosterd ter wereld, Coleman's. Kunnen ook een andere nemen. Hier staat het ook al op. Strong mustard. Daar kunnen ze wat van. En daar vertel ik zo weer het over. We gaan eerst maar eens een beetje aan het werk. We pakken een stokbroodje. Gaan we straks dat vlees opdoen. En een uitje en die saus. Dat gaan we nog uitleggen. Maar dit. Je denkt dat is heel gewoon. Stokbroodje hebben we allemaal in ieder land. Nou, toen ik voor het eerst in Ierland kwam. Ja, ongeveer een mensenleven terug. Toen hadden ze helemaal geen stokbrood. Ze hadden gewoon... twee soorten fabrieksbrood en daar mocht je dan gelukkig mee prijzen. En dan de warme bakker was net zoals in Nederland zo goed als verdwenen. Gelukkig is dat geheel veranderd. En maken ze ook fantastisch brood en we hoeven niet alles na te doen wat die Ieren doen. Dus ik heb gewoon bij de fantastische bakker bij mij in de buurt, heb ik dit prachtige zuurdesem stokbrood gehaald. Dat halen we open en daar gaan we die saus op doen en daar vertel ik zo weer over. Uit de Anglo-Saxische en Keltische keuken komt mierikswortel bij rundvlees. Dat is een acquired taste. Maar oh jee, als je dat eenmaal gegeten hebt, echt, dan hoor je bij de grote mensen. Mierikswortel wordt in Nederland heel veel verbouwd, alleen niet gegeten. Wij vinden het maar weer eng. Jammer. Maar je kunt alleen maar van kune, geloof ik, heet dat. Ja, kune kan je geraspte mierikswortel krijgen. Nou, dat is het enige. Dus er is geen keuze, die moet je nemen. Niet zelf mierikswortel gaan raspen, zo van haha, ik heb er één en ik begin. Want dan lopen de tranen over je wangen. Dat is heel ernstig. Laat dat maar door een professional doen. We gaan nog een keer huilen. Coleman's mosterd. Ik denk dat Coleman's Engels is. Neem niet weg dat het in ieder Iers huishouden staat. En dit is in poeder, jazeker, mosterdpoeder. En dit hoort bij de allerheetste mosterd die je krijgen kan. De eerste keer dat ik in Ierland was, regende, god. En wij werden door iemand uit onze tent gevraagd, jongens, kom even bij ons wat eten. En we kregen grote plakken ham. En daar deed hij mosterd over. Ja, mosterd waren we wel gewend natuurlijk, die zoete Zaanse rommel. Dus bij een lekkere lik mosterd erop. Nou, boom! De regen was meteen, haren waren droog, zeg maar, binnen 2 minuten. Nou, we gaan een explosief broodje maken dus. Ik maak zo even wat mosterd aan hierin. Dat komt daarbij hier de mierikswortel en de crème fraîche. Daar maken we het sausje van. Nou, dat is de lont van het dynamiet. We doen 3 kleine theelepels. Dit is een theelepel in Nederland, hè? Dit is een theelepel in Ierland. Daarom gaat het altijd mis met Engelse, Nederlandse, Engelstalige en Nederlandse recepten. Dit denken wij dat een theelepel is. Dit denken ze daar dat een theelepel is. Moet je kijken, wat een verschil. Dus we nemen 3 Hollandse theelepels en gaan een scheutje whisky in doen. Ja, die vond ik toevallig. Je zal toch maar zomaar een fles whisky vinden. Kijk. Oh.
is het heel toevallig ook nog Ierse whisky, jongens. Hoe kan dat nou? Dit mag ook met port. Dit mag ook met sherry. Even lekker. Maar die Ierse whisky die heeft in sherryvaten gelegen. Dus die sherry die zit er ook al in. Hoppa. Klaar. Dit is de mosterd. Mooi hè, zo'n mosterdsteen. Oké, de mierikswortel. Kijk, deze staat al eventjes, dus dan mag je iets meer nemen. Als je hem nou vers uit het vak haalt, wees dan voorzichtig. Want dat kan nog wel eens heftig zijn. Nou, gewoon crème fraîche erbij. Voor het zuurtje en het lekkere. En zwarte peper. Hop. Lekker verse, nou ja, zoals ze vers zijn, maar peperkorrels. Oh. Het voordeel hiervan is dat je kan zien wat je erin doet. Als je met zo'n ding doet, moet je de hele tijd eronder kijken. Hier weet je gewoon hoeveel je eruit haalt. En net zo vers. Dat ruikt zo verschrikkelijk lekker, jongens. Net gemalen peper, als je het zo bij elkaar hebt. En dat heb je nooit als je met zo'n molen staat te flauwekullen. Dit ruikt naar de, ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Die zure room heeft zo zijn eigen lucht, maar dan die mierikswortel, dat voel je al aankomen in die geur. Het is een beetje ronder, het komt er overheen. Dan die whisky, net een klein beetje. Die mosterd erin en daar overheen die zwarte peper. Ik kan eigenlijk al niet meer wachten. We gaan beginnen maar eens met de boter. Ja, Ierse boter is niet altijd overal te krijgen. Maar het grappige is, als je in Duitsland boodschappen doet, dan kun je overal curry butter krijgen. En het is echt het allerbeste als je dat salted neemt. Zo verschrikkelijk lekker. Gezouten boter. Dit is ook gezouten bio, hoor. Goeie Hollandse. Niets mis mee. Ik doe een klein scheutje voor dat vleesbak. Heel klein beetje olijfolie bij. Omdat ik denk dat ik het proef en lekkerder vind. Maar het is eigenlijk onzin. Hierin gaan we het vlees bakken. En hierin de uitjes. Doen we daar ook een scheutje bij. Zo. Alle twee wat. Eigenlijk is het zo heerlijk, hè? Goede olijfolie en goede boter. Dan doe je samen en dan ruik je opeens die olijfolie daar doorheen komen. Het is echt. Het heeft natuurlijk niks met Ierland te maken, maar het hoeft ook niet allemaal iets met Ierland te maken te hebben. Maar het is zo heerlijk. De geur van olijfolie die echt goed is. Dus investeer daarin. Als je olijfolie koopt en die is aanmerkelijk minder dan 6 euro, dan heb je geen olijfolie en dan moet je het ook niet kopen. Oké, afgesproken? Goed. Die boter, dat is een hele mooie telltale, een verrader. Hè? Als je alleen maar olijfolie erin, dan moet je wachten tot je die damp eraf ziet komen. En dat zie je niet altijd, de zon schijnt of wat dan ook. Maar die boter, die zie je aan het randje net een beetje donkerder van kleur worden. En dan gaat het vlees erin. Perfect, dan hoef je alleen maar te kijken. Hier mogen de uitjes al bij. En hier kan het vlees bij. Nou, dacht je zeker dat uitjes bakken een kwestie is van uitjes in het vet gooien en dan worden ze vanzelf mooi bruin? Dat is niet zo. Uitjes worden eerder bruin dan dat ze zacht worden. Dus als je mooie zachte uitjes wil, die later een beetje bruin worden, dan doe je er in dit stadium een klein beetje water bij. Dan laat je dat water verkoken. Daardoor zijn die uitjes dan zacht. Op een gegeven moment als het water weg is, dan pakt het vet het weer op en karamelliseert de buitenkant. Het is heel simpel, maar je moet het even weten. Nog even iets over vlees bakken. Zolang dat vast zit, dan laat je het liggen. Je gaat het pas draaien als het gewoon meegeeft en los is. Dan is het namelijk al krokant en mooi bruin. Als je het er eerder aftrekt, dan blijft het grijs. En dan heb je alleen maar ellende. Niet alleen geurt het hier nu al geweldig. Het is echt lekker. Het geurt hier fantastisch. Je ziet dat het hier al helemaal maar ja reactie. Ach, op een gegeven moment zei niemand meer wat anders. Hier ga je ongeveer zien hoe ver je het wil gaan krijgen. Dus laat dat maar gewoon open een beetje. Dat allemaal dicht schroeien zo. En nou leg je het neer. En we hebben het in het begin redelijk hoog gehad, het vuur. En nu heb ik het
lager gedraaid. En nu kan het langzaam doorwarmen naar binnen toe. En aan deze zijkant die ik net liet zien, kan je dan zien. Nou, zo rosé wil ik het ongeveer hebben. Ik denk dit op een heel laag pietje. Een minuutje of 10. Dan is die geweldig. Ja, ik zie het water is nu weg. De uitjes zijn nu vrijwel doorzichtig. En als je dat had laten liggen in het vet, dan kun je het vet bijna nooit laag genoeg zetten om dit te bereiken. Nou, door dat water is het nu gekookt. De smaken zijn in dat water gegaan. Dat water geeft die smaak, dat is verdampt, dat water geeft die smaak weer af van het vet. Dus de smaak van de ui zit er gewoon omheen, die is er helemaal. En nu begint die langzaam te karamelliseren. Dat zie je aan die randjes. En zo wil je je uitje hebben. En niet anders. Nou, de gaarheid van dat vlees, dat is kogelbiefstuk, die kan snel doorslaan. Maar die gaarheid voel je tussen de tang. Je voelt dat het toeneemt. In het begin dat je begint te braden, voel je dat eigenlijk die tang helemaal meegeeft. En nu begin je dat iets steviger te voelen. Als je erop drukt, zie je hoe ver je dat eigenlijk nog kunt doen. En nou begin ik al aardig in de buurt te komen van wat ik er eigenlijk mee bedoelde. Laat hem nog heel even liggen, heel even. Zo, een beetje smaak eraan aan de buitenkant. De reden waarom we een heel stuk doen, is dat je het vlees proeft. Als je dit in reepjes doet, we gaan het uiteindelijk in reepjes. Gewoon heel simpel, reepjes op dat stokbrood en iedereen een stukje. En moet je eens kijken wat een plezier je ermee hebt. Maar als je het in reepjes gaat bakken en dan ga je daar, dan komt het vet overal aan dat vlees. Je bent dan geneigd om er meteen weer wat bij te doen. Je proeft geen vlees in die reepjes. En je proeft niet, je wil het half gaar hebben. Je wil het natuurlijk een beetje rood nog hebben. Als je dat na afloop dus snijdt, dan proef je het. Dan blijft die smaak in dat vlees. Dat blijft in dat broodje komen zometeen. Die saus die we hebben, versterkt het alleen maar. Als ik het van tevoren in reepjes snijd en daarin bak, is alles hetzelfde. Iedere hap is hetzelfde. En nu is iedere hap een stukje, ander stukje van dat vlees. Dat is beter uitgelegd. Kijk eens hoe die komt. Kijk eens. Helemaal volgens de voorspellingen begint die te karamelliseren. Vlees hebben we even 10 minuten laten rusten nadat we het gebakken hadden. En dachten dat het wel mooi was. Dan loopt er niet meteen zo'n hele plas bloed uit. Kijk naar het vlees. Dit is de richting waarin het loopt, het vlees. We gaan dus zo snijden, zodat je korte vezels krijgt. Dat koudt het lekkerst. Mocht je nou een super gastheer zijn, dan onthoud je in welke richting het vlees ligt. Die kant waar we mee begonnen zijn met snijden, die is het meest rauw. Deze kant is het beste gedaan. En dan vraag je dus aan de mensen die bij je eten, wil je het vlees een beetje doorgebakken of wil je het nog een beetje rood? En dan weet je precies zometeen aan je broodje aan welke kant het rode vlees en aan welke kant het meer doorgebakken vlees is. Mooi, hè? Die uien ruiken al zoet gewoon nu. Kan je nog een beetje van het nat van het pakken van het vlees erbij doen? Hoppa. Zo. Jongens, dat mag gewoon met de hand, hè? We zouden het in de goede volgorde doen, hè? Moet ik het ook zelf doen. Zo. En dan een beetje hier. En dan gaan we. Mierikswortel. Mosterd
Peper. Whisky mosterd. Nou, kan je vertellen. Behalve dat een Ier bijna nooit ook maar enigszins rauw vlees eet. Want die zouden dit echt nog 20 minuten laten bakken. Maar goed, wij zijn geen Ieren. We mogen dit... Dat ruikt zo lekker. Zullen we nog een beetje zout op doen? Ik doe nog een beetje zout op. Een beetje zout. Ja, dat kan. Zo. En wat zou je denken van een broodje explosie? Echt heerlijk. Wow. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.